Er is misschien nooit een interessantere tijd geweest voor het hoger onderwijs en onderzoek dan de huidige. Complete continenten zijn zich aan het ontwikkelen en honderden miljoenen jonge mensen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika gaan als eerste van hun familie studeren. Nederland zet hoog in op het uitbouwen van zijn kenniseconomie. Er mag geen talent verloren gaan. Onderzoek dient grensverleggend te zijn. En de resultaten van dat onderzoek moeten de samenleving en het bedrijfsleven verder helpen. En tenslotte, om de grote vraagstukken van deze tijd op te lossen, denk aan het milieuprobleem, verstedelijking en vergrijzing, is al het talent en alle kennis nodig die de wereld te bieden heeft. Wat de Nederlandse samenleving nu van het hoger onderwijs vraagt, is dat wij het niveau van onderwijs en onderzoek omhoog brengen, zonder dat het meer kost. En wat ons daarbij geweldig kan helpen, zijn de spectaculaire ontwikkelingen op ICT-gebied. In het bijzonder dat wat clouddienstverlening wordt genoemd. Software, rekenkracht en gegevensopslag, die je als onderwijsinstelling niet meer zelf hoeft te maken, te kopen en te beheren, maar die je betrekt vanuit de cloud en waar je voor betaalt in de mate waarin je er gebruik van maakt. Cloud-toepassingen die iedereen al kent zijn bijvoorbeeld YouTube, Dropbox en LinkedIn. De laatste jaren komen er steeds meer cloud-toepassingen bij, speciaal voor de werkomgeving. Vandaar dat steeds meer onderzoekers hun data in de cloud zetten, zodat ze makkelijk informatie kunnen uitwisselen met collega's overal ter wereld. Aha. Vandaar dat steeds meer docenten, colleges en zelfs complete cursussen in de cloud zetten. Deze markt heeft een zo grote groeipotentie dat allerlei aanbieders hiervoor nu kant-en-klare cloudproducten ontwikkelen. En dat is voor de Nederlandse hogescholen en universiteiten heel goed nieuws. Dat is iets. Hoe meer onderwijsinstellingen namelijk ICT-behoeften hebben, die andere instellingen ook hebben, des te groter is de kans dat de oplossing nu of in de nabije toekomst beschikbaar zal komen in de cloud. Denk bijvoorbeeld aan studentvolgsystemen, roosterprogramma's of een goed beveiligde elektronische toetsomgeving. Zo ontstaat de mogelijkheid om betere ICT-technologie in huis te halen. Altijd up-to-date en geen gedoe meer met beheer en onderhoud. Geen gedoe. Maar ja, een grote vernieuwing brengt altijd nieuwe risico's en onzekerheden met zich mee. En die risico's nemen enorm toe als iedere Nederlandse onderwijsinstelling voor zichzelf gaat shoppen in de cloud. Het is veel slimmer om samen op te trekken, zodat je ervaringen kunt uitwisselen, valkuilen kunt vermijden en de inkoopkracht kunt bundelen. Vandaar dat SURF samen met de onderwijsinstellingen onderzocht heeft waar gezamenlijk optrekken voordelen zou kunnen bieden. Hier zijn een paar voorbeelden. Er is in de cloud al veel meer te koop dan menigeen denkt. Maar niet alles is even goed. Je kunt tijd besparen en narigheid voorkomen als je samen het kaf van het koren gaat scheiden. Informatie delen over veiligheidsissues. Wie leest er allemaal mee als een onderzoeker ongepubliceerde onderzoeksresultaten in de cloud bewaart? Hoe voorkom je dat er wordt rondgesnuffeld in de loonadministratie of de studentengegevens? Technisch gezien zijn data in de cloud beter beveiligd dan als ze op een eigen server staan. Maar je moet toch goed uitzoeken wie er allemaal bij kan. En hoe gaat het als je weg wilt bij een dienstverlener in de cloud? Leveranciers van informatietechnologie hebben er een handje van om hun producten zo in elkaar te zetten dat je je data er bijna niet meer uitkrijgt. Goed voor de kassa van de leverancier, maar slecht voor de klant. Heel verstandig dus om dat grondig uit te zoeken voor je je handtekening zet. En nog beter, om de resultaten van dat onderzoek met elkaar te delen. En hetzelfde geldt voor auteursrecht, eigendomsrechten en andere juridische aspecten. Waar de publieke cloud niet voldoet, kan het hoger onderwijs kiezen voor oplossingen in een community cloud. Clouddiensten bieden het hoger onderwijs dus geweldige mogelijkheden. En door de krachten te bundelen is er nog veel meer winst te boeken. Maar niemand is ooit in het beloofde land gekomen zonder een lange zwerftocht door de woestijn. Ook samen optrekken heeft een prijs. Je zult het nooit precies zo krijgen als wanneer je het helemaal op je eigen manier had kunnen doen. Dit valt in het hoger onderwijs niet altijd even goed. Waarschijnlijk als gevolg van een bepaalde eigenzinnigheid die juist een product is van het volgen van hoger onderwijs. De kunst is dan ook om mensen het hogere doel te laten zien. Want hoe minder geld er aan ICT wordt uitgegeven, des te meer blijft er over voor onderwijs en onderzoek. Hoe meer je standaardiseert, des te beter kun je informatie uitwisselen. Intern of met anderen. Hoe meer je kiest voor toepassingen waar veel mensen gebruik van maken, des te groter de kans dat zo'n toepassing steeds verder wordt doorontwikkeld,
zodat je altijd de laatste en beste technologie in huis hebt. Nu de cloud er is, is kleinschalig maatwerk in feite alleen nog maar geschikt voor een geleerde die in volstrekte afzondering een zeer specialistisch onderwerp zit uit te pluizen. Zodra echter deze onderzoeker wil samenwerken met een geleerde die aan de andere kant van de wereld met exact hetzelfde onderwerp bezig is, komt hij in de problemen met zijn éénpersoons maatwerkoplossing. Hallo? SURF zoekt bestuurders en ICT'ers uit het hoger onderwijs die willen samenwerken om meer uit de cloud te halen. De instellingen zelf bepalen waaraan ze meedoen en in welke mate. Een verlanglijstje van interessante projecten, door de onderwijsinstellingen zelf opgesteld, ligt al klaar. Online onderwijs staat op de lijst. Online uitwisseling van onderzoeksgegevens en nog veel meer.